Slecht nieuws voor mensen die de SP willen vermijden, want dat gaat de komende tijd niet lukken. Vanaf vandaag zijn er namelijk maar liefst 8 Jannies Visser in de stad actief. Jannie Visser is wethouder en lijsttrekker van de SP voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De levensechte Jannie Visser stuurde vandaag om 12 uur haar 7 hulp-Jannies de buurten in om als vraagbaak te dienen voor de stadjers. Met deze geste startte de SP vandaag de verkiezingscampagne. De SP die wil graag heel dicht in de buurt bij de mensen zijn. En we gaan dan ook de komende weken nog veel meer dan we anders altijd al doen de wijken in om te horen wat de mensen belangrijk vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daar kon ik een beetje hulp bij gebruiken. Waarom 7? We hebben gekeken hoeveel wijken we in de stad hebben en hoeveel we kunnen bezetten. Want die Jannies hoeven niet alleen, die hulp-Jannies, afgekeken van Sinterklaas. Er gaan altijd SP'ers mee en we kunnen wel zo'n 7-8 wijken tegelijk bezetten. Morgen beginnen we al in 8 wijken. Het motto van de SP luidt: de SP altijd in de buurt. Omdat de wethouder dit niet alleen aan kan, is de hulp van haar 7 knechtjes onontbeerlijk. Dat is wel bijzonder, moet ik zeggen. Maar we willen ook graag horen wat de stadjes van ons willen weten. Dus mensen kunnen vragen, vraag het Jannie. Ze kunnen een vraag stellen. Als ze dat digitaal doen, krijgen ze binnen 24 uur antwoord. Zaterdag staan de hulp Jannies in 7 stadswijken, waaronder Levenborg en Bijum. Mensen die de SP vragen willen stellen, kunnen gaan naar jannie@sp.nl.